de zesde vijs hebben we nog die andere prijs. En ja, deze keer heb ik het wel degelijk over de sceptische put. Die prijs voor wie zich bijzonder onkritisch heeft opgesteld, voor wie een boel onzin heeft verspreid. En wie die prijs wint, zal ons worden toegelicht door erevoorzitter Tim Trasje. Ik kan dat straks laten zien, dat, is ook op, dat zal het nog plezanter maken. Ondertussen maak ik u al wel warm. Want de betrokken, de laureaat is daar aanwezig. Dames en heren, het is niet de gewoonte dat de zesde vijs en de sceptische put, die zoals u weet tegengestelde prijzen zijn, voor hetzelfde jaar worden toegekend binnen hetzelfde thema. Maar laat maar een beetje, hoor. Geen probleem, we gaan het u niet moeilijk maken. Ik kan er straks nog plaatsen. Ja. Het actieterrein van Skip is immers zeer ruim. En wij proberen de vele domeinen disciplines die we daarin aantreffen voldoende aan bod te laten komen. Ook in die prijs. Maar voor 2021 hebben we uitdrukkelijk voor gekozen de beide prijzen toe te kennen als tegenpolen in hetzelfde domein. Ik bedoel natuurlijk de COVID-19-pandemie, of beter, wat er allemaal gezegd is over de maatregelen rond deze pandemie. 2021 was immers het jaar van de vaccinatiecampagne, de vaccinatiepassen, de discussie rond verplichte vaccinatie enzovoort. In dat jaar is de kritiek op de vaccinatiecampagne dan ook gestegen tot ongeziene hoogte. Het was een echt koor van huilende wolven. Er is straks gesproken van slangen, wolfijzers en schietwielen. Enfin, ik spreek van huilende wolven. Het gehuil rondom ons was zo fel dat we eigenlijk niet wisten waar de wolven nog zaten. De prijzencommissie vond dat dit gehuil zeker de put verdiende. En besloot die niet toe te kennen aan een individu die daardoor misschien nog meer in een vedette status zou krijgen. Maar aan een collectieve, invloedrijke en veelzeggende website. Ja, het komt hier niet terug. Voilà. Ja, je hebt het al verklopt nu. Kritiek op vaccinatie is er altijd geweest. In het begin vooral vanuit religieuze hoek. Men beschouwde, en beschouwt soms nu nog, ziekte en epidemie als een straf van God of als een gevolg van de natuurwetten. In beide gevallen mocht de mens zich daar niet tegen verzetten. Nog in 1824 veroordeelde paus Leo XII de koepelinenting en annuleerde hij de vaccinatiecampagne die zijn voorganger, de vorige paus trouwens, had opgezet in de pauselijke staat. Ook vanuit het wetenschappelijke hoek was er vroeger kritiek op vaccinatie. Al in de 18e eeuw, toegegeven inentingen, met name tegen pokken, bestonden al lang voordat men begreep wat de oorzaken van die ziekte waren, microben dus. Men moet ook beseffen dat de allereerste inentingen tegen pokken echt gevaarlijk waren. Dat althans een klein deel van de ingeënte personen niet overleefde. Het ging toen nog om de zogenaamde inoculatie door echte pokken voor de ontdekking van de fameuze koepelinenting, de eigenlijke vaccinatie dus door Jenner. Toch pleitten de filosofen van de verlichting toen al voor massale inenting. Wiskundigen probeerden aan te tonen, en ik ben een wiskundige, dus ik zal daar eventjes aandacht aan besteden, dat er op die manier veel meer mensen gered konden worden dan dat er aan inenting zou overlijden. Merkwaardig dat een van de bekendste figuren van de verlichting, de wiskundige en encyclopedist D'Alembert, brandhout maakte van de berekeningen omdat ze op onvoldoende correcte gegevens waren gebaseerd. In de grond had D'Alembert gelijk, maar men verweet dat hem dat hij de argumenten in de kaart dat is een argument in de kaart speelde van tegenstanders van inenting. Maar dat was in de 18e eeuw. Toen waren er nog geen websites. Vormen van kritiek uit het verleden hadden tenminste de eigenschap dat ze gebaseerd waren op een duidelijke visie. Rationeel of niet? Als we kijken naar de bezwaren tegen vaccinaties op de bewuste website, dan is er eigenlijk geen duidelijke visie. Behalve dat men gewoon tegen is. Dat men speelt op de angsten van de bevolking, dat men de onzekerheid voelt. Er is wel een motto op die site, men is voor vrijheid. We weten allemaal dat de coronamaatregelen soms de individuele vrijheid beperken. Maar goed, die beperkingen bestaan ook op heel wat andere gebieden.
Wie met de auto rijdt, heeft bijvoorbeeld niet de vrijheid om zich te bedrinken. Hoe dan ook, kan de drang naar vrijheid geen reden zijn om de waarheid te negeren of te vervalsen. Vrijheid is niet hetzelfde als ongegrond bevestigen van eigen vooroordelen. Het verzet tegen de vaccinaties was maar een onderdeel van een totaal verzet tegen coronamaatregelen in het algemeen. Eigenlijk is dat absurd. Je zou kunnen stellen dat als we een maatregel afwijzen, zoals vaccinatie, dat we des te meer de andere maatregelen zouden willen naleven. Ter vergelijking, sommigen wijzen het gebruik van condooms af in de strijd tegen AIDS af en roepen in plaats daarvan op tot seksuele onthouding. Dat is misschien niet erg realistisch. Peter Piot heeft me dat zelf nog uitgelegd. Dus naakjes. Peter Piot en Skeppen is samen een prijs geweest, dus dat we daar kunnen praten op het dinertje eraf. Maar men kan moeilijk ontkennen dat seksuele onthouding niet helpt tegen de verspreiding van AIDS. Wie zou echter tegelijk condooms en onthouding afwijzen? Enkel zij die ontkennen dat AIDS bestaat of dat seksueel overdraagbaar is. Maar nu, dat is ongeveer de mentaliteit van deze site. Alles wat tegen corona werd gepland is verkeerd. Vaccins zijn gevaarlijk, lockdowns zijn slecht, mondmaskers zijn nutteloos. Of COVID-19 echt bestaat, terwijl misschien niet zo schadelijk is, doet er eigenlijk niet toe als we er maar niet door lastig worden gevallen. De site is dan ook één grote vergaarbak van beweringen die gemeen hebben dat ze het bestaande coronabeleid en eigenlijk elk coronabeleid tegenspreken. Kort gezegd, COVID-19 bestaat niet, of als het bestaat is het geen probleem, of als het toch een probleem is, helpen de maatregelen er tegen niet, of als ze wel helpen, zijn er de nadelen erger dan de voordelen. Zie daar ongeveer de boodschap die deze site aan het grote publiek brengt. Vergaarbak is het goede woord. Iedereen die iets verkeerds over de coronamaatregelen kwijt wil, kan nog steeds, anoniem of niet, zijn verhaal aan die site kwijt. Die zijn dan gebundeld onder de naam getuigenis. Zal dat straks. Persoonlijke anekdotes dus. Nu weten we in Skep maar al te goed dat anekdotes heel vaak worden gebruikt om een pseudowetenschappelijke bewering te staven. X werd beter na het nemen van een homeopathisch middel. Y kreeg een auto-ongeluk op vrijdag de 13, enzovoort. Veel getuigenissen zijn van die aard. Ze vormen het meest boeiende en tegelijk het meest triestige aspect van deze site. De titels die we lezen zouden zo passen in een sensatiekrant. Een greep uit velen, ik heb me geamuseerd die allemaal op een keer te bekijken. Allee, ik geef alleen de titel. Menstruatieproblemen na vaccinatie. Mijn moeder is gestorven aan een hartinfarct na vaccinatie. Tinnitus, gehoorverlies na vaccinatie. Mijn zoon krijgt aanval 14 dagen na vaccinatie. Reeds tweede keer. En, borsten van hand, voor mijn vaccinaties word ik kerngezond. Enzovoort. Er zijn ook andere getuigenissen dan over vaccinaties. Zoals van een man die met zware COVID maandenlang gehospitaliseerd werd en tot zijn ontzetting merkte dat er in het ziekenhuis minder hygiënische maatregelen tegen COVID werden genomen dan in kapperszaken. Zijn conclusie, stop met die onnozele maatregelen voor kappers en doe de fitnesscentra weer open. Staat er allemaal op. Andere getuigenissen zijn ronduit verdachtmakingen. Over een zwijgplicht die artsen en verpleegkundigen zouden opgelegd krijgen in verband met bijwerkingen. Of, meer ridicule, een politieagent die zich over beklaagt dat hij werkuren mag aanrekenen voor de tijd dat hij zich laat vaccineren. Hij heeft de indruk dat hij wordt omgekocht. Al deze anekdotes worden blijkbaar zonder de minste commentaar en beperkingen en opmerkingen weergegeven. Alsof ze allemaal even waar en betrouwbaar zouden zijn. Daarnaast bevat de site een grote collectie nieuwsberichten die hier en daar zijn opgepikt uit diverse bronnen. Soms lijken die bronnen wetenschappelijk te zijn, maar ze passen allemaal in hetzelfde straatje. Ik beperk me tot enkele sprekelende titels. In Vlaanderen 3 maal meer volledig gevaccineerden uit het ziekenhuis dan ongevaccineerden. Na 4e coronaprik voor senioren stegen de sterftecijfers drastisch. Zweden, minder covid-doden dan andere Europese landen, ondanks minder strikte lockdown.
Niet gevaccineerd. Minder risico op COVID-19 besmetting volgens het rapport van Cienzano van april-mei. Wetenschappers bevestigen dat Pfizer en Moderna COVID-gentherapieën onder andere AIDS-achtige syndroom uitlokken. Enzovoort. Onder de nieuwsberichten af en toe een factcheck. Maar dan wel alleen op nieuws dat de andere richting uitgaat. Enkele van die nieuwsberichten zijn ad personam. En welke personen dan? Zie een titel als filosoof Johan Braakman, die zich uitziet als pro-vaxxer in de afspraak Trouwland schuldig aan laster. En iets verder lezen we dan iets het vervolg. Filosoof Braakman en journalist Trouwland voor de rechtbank wegens laster en eeroof. Dat de rechtbank intussen beide critici van het antivaxen wel degelijk heeft vrijgesproken, wordt natuurlijk niet vermeld. Wie doet hier eigenlijk aan laster en eeroof? Merkwaardig is ook dat men vermeldt dat Braakman zich als pro-vaxer uit, verbazend nieuws, maar dat de site zichzelf uitdrukkelijk als niet-antivax wil noemen. Enfin, als we al die getuigenissen en al die nieuwsberichten moeten geloven, is er in ieder geval veel erger dan de kwaal. En zouden we vorig jaar, als gevolg van de vaccinatiecampagne, een gezondheidscatastrofe van je welste hebben meegemaakt met zowel alle mogelijke oorzaken behalve COVID-19. De waarheid is toch anders. Is er dan niets waar van wat er op die website staat? Anekdotische verhalen zijn vaak moeilijk te verifiëren en daarom al onbetrouwbaar. Gelukkig stelde de website hier en daar concrete beweringen van medische aard die op hun geldigheid werden bestudeerd. De onvolprezen site Gezondheid en Wetenschap, die al eerder door Skep werd gelauwerd, heeft dan ook de moeite genomen om ze te checken. Enige voorbeelden van die beweringen. Helaas ontbreekt de tijd om de weerleggingen uitgebreid te geven. Bewering. Heel wat Vlaamse huisartsen willen voor zichzelf geen COVID-19-vaccin. Al nagelang de enquête twijfelt of weigert 9-30%. Klopt niet. Hydroxychloroquine en hoge dosissen vitamine C en vitamine D zijn nuttig tegen COVID. Klopt in al die gevallen niet. Een groot deel van de bevolking heeft al natuurlijke immuniteit tegen COVID-19. Klopt niet. Wie het vaccin krijgt, kan het virus nog steeds overdragen? Ja, in principe wel, maar de kans op overdracht is al veel sterk verminderd. En hoe dan ook, beschermt het vaccin tegen de ziekte. Andere beweringen hebben uiteraard betrekking op bijwerkingen en gevaren van vaccins. Het zou afgezaagd worden om op de weerleggingen in te gaan. Beste medesceptici en genodigden, er bestaat een gezegde in verschillende varianten, ten onrechte toegeschreven aan Voltaire, soms aan Francis Bacon, dat zegt, blijf maar liegen of blijf maar kwaadspreken, er zal altijd iets van overblijven. Deze formule is al veel eerder door treurige personages in de praktijk gebracht. De door ons gelauwerde website doet dit ten overvloede. Het is niet meer dan een pakhuis vol leugens, een silo vol kwaadsprekerij, samengebracht zonder enige selectie, maar die een massa vormt die op sommige indruk maakt, zodat er altijd wel iets van overblijft. Wie zit achter deze site? In elk geval, en dat kan moeilijk toevallig zijn, enkele alternatieve therapeuten, zoals beoefenaars van de homeopathie en de traditionele Chinese geneeskunde. Dat blijkt uit de uitdrukkelijke publiciteit die deze geneeswijzen op de site krijgen. Een van die mensen hierachter is de homeopaat Chris Goudblomme, die levenslang als arts is geschorst na een veroordeling door de Orde der Artsen na zijn jaarlijkse agitatie tegen vaccinaties. De prijzencommissie meent dus dat deze site onder de dubieuze naam Artsen voor Vrijheid de sceptische punt meer dan verdient. Per scriptum. Dat er vandaag geen vertegenwoordigers van Artsen voor Vrijheid aanwezigheid zijn, komt in de eerste plaats omdat ze niet zijn uitgenodigd. In de regel worden putwinnaars wel uitgenodigd, al komen ze bijna nooit, maar ditmaal dus niet. Omdat we deze keer twee tegenpolen in hetzelfde domein gelauwerd hebben en gezien de agressieve reputatie van die site,
heeft dat uiteindelijk beter om op deze avond geen confrontatie te hebben. De winnaars van de zesde vijst hier aanwezig hebben recht op een feestje, niet op een veldslag. Ik denk.